Ben je er klaar van, jongens? We zijn ons een real life show aan het maken, zo langzamerhand. Nog lof erbij. Ja. Rudok. Meer lof dan laatst, hè? We waren net ook nog weer bij de Dijkhuizen run, hè? Ik, hè? Ja, super actief, jongen. Op een fiets. Hey, gooi winnen, jongens. We gaan ons best doen. Nee, maar gewoon zeggen dat je gaat winnen. We gaan winnen. Heb je ook, gooi ik winnen? We gaan het zonder meer winnen. Ah, dat dacht ik wel. Thuiswedstrijd. Het weer is goed. De baan is goed. Toch kan het allemaal niet naar links. Nee. Ja, ja, nu nog de spierbal. Ja, komt goed. Succes. Jo, dank je. Leef dit zo om. Dit is een eerste overwinning voor de kastelein. En die Giet? Ja, de kop is eraf. Ja, je hebt twee keer gewonnen, hè? De eerste twee punten binnen. Het was zo rap. Ik heb de tweede wedstrijd eens mee ontkomen, joh. Ja, jongen, hoe je dat voor? Ik ben anders altijd zo scherp, jongen. Maar nou hem niet. We moeten hem inkomen. Ben ze mui? Ja, deze jonge knaap mui, dat kennen ze niet. Maar je moet dus twee keer vlak af van elkaar? Ja, dat is binnen twee minuten moet je wisselen van helft. Van tal. Hoe zorg je dat? De scheidsrechter die zet erop toe. Binnen twee minuten moet de tweede trekbeurt beginnen. En dan moet je weer in de zone trekken? Dan moet je ja. Zijn er in ieder geval de ene keer trekken ze van de wind af en de andere tegen de wind in? Ja, soms heb je wel eens een trein waarbij links of rechts verschillend is. Ja, ja, ja. En dat ze dus die factor eruit halen, moet je ze aan beide kanten vertellen te trekken. Nou, zullen we weer. Nou, succes er zo. We gaan een stuk verder. Ja. Dank je. Dit is gelijkspel. Willen zich opstellen aan touw 1, Friesenveen en Kastelein. Die staan er al met touw 2, Witting en Widdelte. Laten we gaan, jongens. Onder in de wolder tegen, ook aan touw bij Witting, die staat boomman. Dus Alex, die zit in een goede ploeg, jongen. Jazeker. Hey, hoe kort is het bij hem dit te gaan doen? 10 jaar terug ben we gestopt bij de kastelein. Nou, dan moet je wel naast. Oh, bij de kastelein? Ja. Ik trok eerst bij een collega's concurrenten, zeg maar. Dus we hangt nog bij Henk aan de muur als kampioen in. Vroeger zo'n ding of zo. Ja. En ik had er nog een schik aan, die andere jongen niet, nou, dan moet je naast zoeken. Ja, nee, inderdaad. Dat is aan de andere kant van de Ries te wonen. Dan moet je naar de wiek toe. Hoe lang trek je bij deze jongens? Jaar of 10. Zolang ja, niet jaar of 8. Knap. Dus, nee, maar goed. Ja, jullie zijn boomman, eigenlijk dus. Ik probeer boomman te blijven staan, maar ja. Ja, dat ben zal niet makkelijk worden. Nee, nee. Hoeveel wedstrijden moet je nog? Van de week in hier nog, volgende week nog in de buurt van Koevoort. De laatste wedstrijd 24 september in Eijost. Oh, thuiswedstrijd. Thuiswedstrijd bij ons op de camping. En dan kun je kampioen worden, zeg maar. Dat kan, maar dan moeten we even aan, ben ik maar winnen. Nou, succes dat dan. Dat is altijd nog de vraag, hè? Succes, jongen. Jo.
Gereden houden op touw 1, Schaafsma en Friesenveen. Kassenlijn, die heeft gewonnen! De